Blijkbaar hebben mensen niet genoeg aan zichzelf, want ze zoeken ze iets buiten zichzelf, een roes. Erik. Martin. Dag, tot ziens Justine Keller. Je hebt erover gezegd dat het een album is vol ironieloze romantiek. Quote, unquote, over de gevaarlijke onderstroom van het leven die iedereen aantrekt en fascineert. Wat was voor jou de eerste keer dat jij je bewust was van die onderstroom in het leven? Dat gaat denk ik ongeveer samen met zaken in het leven. Je wordt voor de allereerste keer verliefd. Dat is als je 12 bent of 13. En rond die tijd heb je ook echt een doodsbesef. Dan weet je dat je op een gegeven moment is afgelopen. Ja, dat is ook nogal een besef. En dat er dus zaken onder het normale leven liggen die... die onderstroom is. En dat is zo mooi, rond je 13e, 12e, in mijn geval rond je 12e. Dus voor je puberteit. Als je die onderstroom zou moeten beschrijven, die gevaarlijke onderstroom, wat is dat? Nee, dat hoef ik niet te beschrijven, want je weet precies wat ik bedoel. Ja, je hebt ook gezegd dat Amy Winehouse zich is erin gesprongen in die stroom. Ja, je put eruit, het is de bron van wat ik doe, van de muziek en de kunst en zo. En iedereen weet het, dat is de bron, maar als je erin valt, dan... trouwens, dat is bij Amy Winehouse, dacht ik laatst van iedereen, zegt van ze is erin gesprongen. Maar dat is niet zo, ze is erin gevallen. En wij zeggen, ze is erin gesprongen om een soort troost of zo te hebben, maar ze valt erin. Ben je zelf er wel eens een keer ingevallen en ooit weer uitgeklommen? En nee, dat kan niet. Je kan niet uit. Maar ik ken wel mensen die erin zijn gevallen, ja. Ja. Die te dicht bij de... je bent een soort... een dompteur die weet hoe gevaarlijk zijn tijgers zijn, weet je wel. Die speelt daar niet mee. Het zijn de toeristen die hun vingers door de tralies steken. En maar een dompteur die weet wel hoe gevaarlijk het is, dus... Ja. Deze plaat, wat was het eerste nummer, zeg maar, waar jij op een gegeven moment dacht van, als je terugkijkt, de vorige plaat is verschenen in eind 2005. Wat was het eerste nummer wat ontstaan is, of had je nog wat liggen uit die tijd? Na 2005 ben ik heel veel filmmuziek gaan maken, omdat ik een soort, als iemand mij belt van... Hey, wil je dit doen, wil je dat doen, word ik meteen enthousiast. En dan zeg ik, ja, goed, tof. Maar voor je het weet ben je dan weer jaren verder. Maar terwijl ik dat aan het maken was, dienen zich wel elke dag die spinvisliedjes aan. Dus elke dag maak je een regel of een woordje of dit of dat. Dus na een jaar of wat heb je best heel veel. En ik ben in augustus of in september vorig jaar... heb ik dat allemaal eens bij elkaar geschraapt. Kijk, wat heb ik nu... Want ik wilde... Het werd wel weer eens tijd voor een nieuwe spinvisplaat. En toen had ik wel echt wel 40 nummers of zoiets. Die allemaal wel oké en af waren. Maar wel heel veel soortig. Heel veel soorten muziek was het. Want ja, soms vind je dit leuk, soms vind je dat leuk. En over een paar jaar maak je... Dus dat was niet de bedoeling. Ik wilde wel iets maken met wat één kleur had. En de figuur... een eerste idee was om het alcohol te noemen. Want ik merkte dat... alcohol is natuurlijk het woord... De roes is een heel mooie metafoor voor wat we... blijkbaar hebben mensen niet genoeg aan zichzelf. Want ze zoeken ze iets buiten zichzelf, een roes. En dat is niet alleen nu, maar dat is over heel de wereld. En dat is van alle tijden. Dus dat is een mooi, maar dat is veel te zwaar beeld. Een beetje anekdotisch wordt het dan, als je een plaat alcohol noemt. Dus dat viel af. En toen was ik bezig met een liedje over Oostende. Want er was een filmpremière geweest waar ik muziek voor had gemaakt. En toen zat ik op hotel in Oostende en ik kon niet slapen die nacht. En ik ging wandelen op het strand. En... daar is het idee voor dat nummer geboren. Wil je het helemaal horen? Het is echt veel.